Dan geef ik nu het woord aan de heer Van Houwelingen van de fractie van Forum voor Democratie. Uw microfoon. Goed, ja. Dank u wel. Dank u, voorzitter. Ik wil allereerst kort iets zeggen over het Oekraïne steunpakket. Dan het tweede onderwerp wat ik wil aankaarten betreft natuurlijk, en ik heb daar al een debat voor aangevraagd ook, dat is afgewezen vandaar dat ik het hier benoem, de opmerkingen van Koning Maxima gedaan tijdens de top van het World Economic Forum in Davos. Het World Economic Forum, zoals u alle weet, is natuurlijk een omstreden organisatie. De baas daarvan, Klaus Schwab, die heeft gezegd met trots, iedereen kan het nakijken, dat hij wereldwijd kabinet heeft gepenetreerd. Ja, de minister-president, hij lacht erom. Ik vind het niet grappig. Heeft ook een tasje met de opstaan World Economic Forum. Ja, daar zijn we ook mee bekend. En ja, daar zou de regering helemaal niks mee te maken moeten willen hebben. Laat staan dat het Koningshuis daar wat te zoeken heeft. En onze koning is daar dus weer naartoe gegaan, samen met de zware delegatie van het kabinet. En dan gaat ze daar zitten en doet ze ook nog eens de meest controversiële uitspraak eigenlijk die maar kan doen. Namelijk, het is goed om een Europese... Het is enigszins bezijden de agenda van de Europese top. Dus ik wil u vragen om toch de punten die op de agenda staan eigenlijk aan te houden. Ja, dank u, voorzitter. Jammer dat u dit zegt, omdat, zoals u ook weet trouwens, tijdens het plenaire debat, tijdens de regeling, hebben wij het aangevraagd. En toen is ons gezegd door de Kamer, door uw collega Raymond de Roon, kaart het hier aan. Kaart het aan in dit debat. Dus dat is wat ik nu doe. De premier zit hier, hij is verantwoordelijk voor het Koningshuis. Dus het is volstrekt logisch dat ik dat nu even hier aankaart. Daar kan echt geen bezwaar tegen worden gemaakt. En de koningin heeft daar dus uitspraken gedaan en heeft ook nog eens die Europese, die digitale identiteit gekoppeld. Ik hoop dat u heeft... kunt wat stiller zijn hiernaast. Voorzitter, wij kunnen helemaal niet. U heeft een interruptie van de heer Klaver. Voorzitter, wij kunnen helemaal niet stiller zijn. De voorzitter heeft u terecht aangesproken op een punt wat niet op de agenda staat. Dan is het goed gebruik om u heeft uw punt kunnen maken, u heeft er veel ruimte voor gekregen, dan is het klaar. Ik zou ook willen oproepen dat ook gewoon te doen en even naar de voorzitter te luisteren. En anders dan vermaken we ons prima hoor, uw tijd is bijna om. Ja. De heer Van Houwelingen. Ja, ik maak mijn punt, dus dan zult u dan hier een bezwaar tegen moeten maken. Dus de koning heeft dat gedaan. En mijn vraag aan de premier is van, wat vindt hij van die uitspraken? Is dat regeringsbeleid? En is het verstandig dat het Koningshuis deze uitspraken doet? Ja. Collega, je had voorkomen gelijk dat dit totaal buiten de orde is. En ik stel voor dat we het ook buiten de orde verklaren. En dat de heer Van Houwelingen verder gaat met andere punten die hij nog heeft, die niet raken aan... Ik heb net gezegd dat de heer Van Houwelingen op een punt ingaat dat niet op de agenda staat. Hij heeft zijn punt gemaakt, hij heeft een vraag gesteld. Het is aan de premier om te bepalen of hij daar antwoord op kan geven in het licht van deze vergadering. En ik zou de heer Van Houwelingen willen voorstellen om zijn betoog voor te zetten en toch rekening te houden met wat er hier vandaag op de agenda staat. Best wel schandalig. Ja, ik zal hem even kort op ingaan dan maar. Dat zal weer van mijn tijd afgaan. Het is echt best wel schandalig, want we hebben dit thema keer op keer proberen aan te kaarten. In de plenaire, ik licht het even toe. In de plenaire zaal. U heeft anderhalve minuut ongeveer uw punt kunnen maken. Ik heb u ook nog uit beleefdheid uw vraag laten stellen. Maar het zou u wel sieren als u nu verder uw betoog vervolgt, of als u geen bijdrage meer hebt om uw betoog af te ronden. Maar in elk geval in te gaan op wat er vandaag op de agenda staat. En dat is de Europese top. En de situatie in Israël en Gaza, zoals besloten tijdens de regeling van werkzaamheden van afgelopen dinsdag. Ja, dan, het woord aan u. Ja, dank u, voorzitter. Dan wil ik hier toch een punt van orde maken, omdat wij dit regelmatig hebben aangekaart. Wij krijgen geen debatverzoeken toegewezen. Dan wordt ons verteld om dat in een commissiedebat aan te kaarten. Is mij gevraagd afgelopen dinsdag. Dat is wat ik hier nu doe, door andere Kamerleden. Dus hoe kan daar nou bezwaar tegen worden gemaakt? En het gebeurt al vaker dat thema's worden aangekaart die in het verlengde liggen van het debat. Dus ik vind het echt schandaal en ik ga toch over mijn eigen woorden. Ik wil hierbij punten maken en dat kan ik niet doen, omdat anderen daar bezwaar tegen hebben. Ik heb u uw verhaal laten doen. Ik heb u uw vraag laten stellen. Collega Klaver en Pater Notte die geven terecht aan dat het bezijdens de agenda is. En ik zou u gewoon willen vragen om verder uw betoog te vervolgen op het gebied van de Europese Unie, de Europese Raad die op de agenda staat en eventueel uw tijd te wijden aan Israël, dan wel Gaza. U heeft uw punt gemaakt over het WEF, u heeft uw punt gemaakt over de koningin, u heeft de vraag kunnen stellen. Het is aan de premier om te bepalen of hij daar een antwoord op kan geven in het licht van deze vergadering. En ik wil verder gewoon de orde handhaven dat we dit debat netjes verder vervolgen zoals het de bedoeling was. En ik hoop dat u dat respecteert, ook namens de collega's.
Ja, ik vind het echt schandalig. Dan zal ik hier maar mijn tijd aan besteden om de resterende tijd om te zeggen hoe schandalig dit is. Wij willen dit keer op keer aankaarten. Het is een burgerinitiatief geweest, ook om dit aan te kaarten, afgewezen. We hebben verzoek gedaan in de plenaire zaal, afgewezen. Nu zit de premier, hij is net terug uit Davos en ik wil het aankaarten. Collega. En het gebeurt veel vaker dat de thema's worden aangekaart die niet rechtstreeks op de agenda staan. Dus ik word als enig afgekaart omdat ik dat doe. We hebben u de tijd gegeven. Ik heb u de vraag laten stellen. Ik had u ook al bij het eerste moment kunnen afkappen op het moment dat u over iets begon wat niet op de agenda stond. U heeft uw punt kunnen maken. Sorry, voorzitter. Ik heb mijn punten niet kunnen maken. Ik heb nog punten staan en die kan ik nu niet maken. Dus mij wordt nu door u, door de collega's hier op dit onderwerp, laten we dat even markeren, wilt ik nou voor de mond gesnoerd. Ik kan die punten nergens maken. Nergens. Uw mond hier wordt niet gesnoerd. Mag ik klaargaan? Ik heb een minuut nodig. U mag klaargaan. Doorgaan. Maar u hebt bij de regio van werkzaamheden een verzoek gedaan. Dat is niet door een meerderheid gesteund. Ja, en ik was erbij. Helaas werkt dat nou eenmaal zo, dat als u geen meerderheid krijgt voor een verzoek, toen heeft uw collega Raymond de Roon gezegd, kaart het hier aan. Heeft hij gezegd tegen mij? Als dat zo zou zijn geweest, heeft de heer Raymond de Roon in zijn eentje geen meerderheid. Er is geen steun van de meerderheid van de Kamer voor een debat. Dus wij kunnen dat debat hier ook niet gaan voeren. En ik zou u willen vragen om u te beperken tot wat er op de agenda staat. Ik denk dat u voldoende gelegenheid heeft gehad om uw punt te maken. U bent 3,5 minuut, bijna 4 minuten in uw betoog. Waarop u wordt geattendeerd op het feit dat u over zaken praat die niet op de agenda staan. Ik heb het zover als mogelijk heb ik dat toegelaten. Ik zou u toch echt willen vragen om nu, dat we verder gaan, ons debat vervolgen. En als u geen andere punten meer hebt, dan wil ik het woord aan de volgende collega geven. Maar u heeft nog 2 minuten, dus het woord is aan u. Ja, het punt wat ik nog op de agenda had staan was inderdaad vragen over de World Economic Forum, of het wel of niet de praatclub is. Daar had ik eindelijk het debat een beetje met hem mee kunnen voeren. Ik denk dat heel veel mensen het ook interessant hadden gevonden. Maar dat kan dus niet, omdat mij hier nogmaals door de meerderheid van de slaapkamer, dat is wat het hier is, de mond wordt gesnoerd. Dus je kan het debat niet voeren. Het spijt me, mensen. Dus ja, ik ga maar weg. Dank u wel. Dan. Ik heropen de vergadering. En dan is het nu de eerste termijn de reactie van de minister-president. Waarvoor uw aandacht gegeven wordt aan de minister-president. Ja, veel dank, voorzitter. En ik dacht om te beginnen met Israël-Gaza en dan daarna alle overige vragen. Uiteraard vooral Hongarije, maar dat is ook wel een staartstukje. Waarvan een deel van de beantwoording verloren zal gaan omdat de betrokkenen de zaal verlaten. Maar grapje. Vervolgt u het? Ja, nog een paar vragen, voorzitter. De vragen over koningin Maxima, daar zijn ook schriftelijke vragen over gesteld. Dus die gaan we ook schriftelijk dan beantwoorden. Steun het vrije woord. Word lid van Geen Stijl Premium via premium.geenstijl.nl. Dankjewel.